We hebben toch wel aardig wat te tie-dyen. Ik ga voorbereiden voor de video. Jee, de video staat erop en de grote rommel is opgeruimd. Goedemorgen. Oh ja, ik ben wel scherp. Het is donderdagochtend en wij zijn uit bed. Even nog aan het wakker worden, want dat lukte niet heel erg. En dat is wel best wel goed geslapen, hè? Op zich. We gaan vandaag wat leuks doen. Oh, ik zal even een pakketje pakken, want ik heb een pakketje binnengekregen ervoor. Oké, ik heb het pakket gepakt. Dat is deze. Ik ga het jou ook laten zien. Goedemorgen. Hier zitten dingen in die we voor de video willen gebruiken. Ja, het zijn allemaal shirts. Het is allemaal witte kleding. Even voor mij. Even wachten, ik ga het je allemaal laten zien. Ik ga ook kijken of alles inderdaad geschikt is. Even kijken, deze heb ik voor Sarah gehaald. En zoals je ziet is alles wit. En dat is ook de bedoeling. Dit basic shirtje met van die leuke mouwtjes. Dat is deze. Black. Ja. Hier gaan we dadelijk allemaal wat mee doen. En dat is helemaal leuk. Dat is deze. Dan heb ik ook een met tekst. Want dat vind ik ook wel leuk. Deze is ook voor Sarah. Dat is deze. Dit topje. Kijk, hij is leuk hè. Dan moet je de achterkant zien. Die is dus opa. En die is dus ook wit. En expres met een zwarte tekst op en van die draadjes eraan. En we gaan deze kleding dadelijk allemaal tie-dyen. Dus die krijgen allemaal kleurtjes. Jawel. En die video zullen we... Let het mij even, want anders denk ik allemaal te... Dit is voor jou. Ja, dat is voor mij. Dus dat gaan we vandaag en morgen ook opnemen, want dat kan niet helemaal in één dag. En dit is voor? Dus ik heb deze broek ook voor Sarah. Kijk. Die is ook voor mij al. Nee, die is voor mij. Kijk eens. Mooi. Die kan je dus ook doen. Ik denk alleen dat deze best wel regular waist. Wel mag wijd is. Mag ik deze openmaken? Kun je hem voorzichtig openmaken? Ja, kijk maar. Even of alles geschikt is. Kijk maar. Kijk, ik doe en het zo. Voor mezelf heb ik ook drie stuks. En ik heb nog echt een heel groot wit badlaken. Die ik eigenlijk nooit gebruik naar het strand. Omdat ik het saai en stom vind eigenlijk. Zo'n grote wit. En die wil ik ook dan gaan doen. Gewoon deze katoenen gebreide trui. Katoenen is natuurlijk het fijn. Ja, zo saai. Maar als je er wat leuks mee doet, natuurlijk niet. Even kijken. Deze is trouwens van Benetton. Die broek van haar is ook van Benetton. Eerste shirtje van Sarah ook. En die twee met die open rug van Sissy. Deze is van Warehouse. Ik heb wel allemaal shirtjes tot mijn kleine bewerking of dit. Deze heeft een bolderier. Je hebt een nieuw pak besteld. Nee, dit is geen pak. En een beetje popmoutjes. Deze nou, is ik ga kijken hoe lang deze is. Jij hebt een jurk bestaan. Ja, dit is een jurk. Die moet wel even passen of die goed is voordat ik hem ga tie-dyen, want anders kan ik hem natuurlijk niet terugsturen. Ja, het is met lagen. Deze lagen vallen er overheen. Ik vond deze wel heel cool, omdat hij eigenlijk heel groot is. En zo is die heel massief. Dus als die zo goed zit, ga ik deze dus ook tie-dyen. Vond ik wel heel erg leuk. En deze stuks waren allemaal heel erg afgeprijsd. Dus ik denk, ja, dan is het leuk om het... €1. Nee, dat niet voor €1. Dus dan is het leuk om er zoiets mee te doen. Robot. We hebben namelijk... Heel live robot door. Schatje, heel even niet zo door me heen gillen. Dus we hebben namelijk niet heel veel in de kast waarmee ik denk van nou, dat kunnen we nou eens leuk tie-dyen. Dus ja, dan hebben we gelijk even wat heel nieuws. Dus ja, ik ben er wel blij mee. En eerst even buiten, ga ik even douchen, aankleden. En dan gaan we zo alles opbouwen. En ik hoop
dat ik de video na deze video, dus om 1 uur weer online heb. Lukt dat niet, zal het morgen of overmorgen om 1 uur worden. Want ik kan niet alles vandaag filmen. Dat gaat gewoon niet. Dus morgen sowieso een stuk. En misschien overmorgen ook nog een stuk. Dus dan moet ik kijken of ik genoeg tijd heb met editen om hem al dus na deze video online te krijgen. En anders wordt het gewoon de eerstkomende dag dat het lukt. Sowieso om 1 uur, want ik doe de extra video's eigenlijk altijd om 1 uur. Ik heb me even snel aangekleed en opgemaakt. Even heel simpel hoor. Shirtje van Villa Express, een zwart shirtje en broek van Rosner. En ik heb de jurk gepast. Die shirtjes zijn sowieso wel goed. Maar de jurk, ik had hem aan. En aan de ene kant zit hij strak, aan de andere kant zit hij los. Het is niet mijn model, dus die gaat terug. Dat is helaas. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, daar had ik een jurkje binnen gekregen. En ik had al zoiets van, die is kort. Heel kort. Terwijl ik niet super lang ben, maar ik deed hem aan. Nou ja, als ik rechtop sta, dan kan het. Zou ik een heel klein stukje naar voren buigen, dan komt alles er al uit. Dat vind ik niet echt de bedoeling. Dat is misschien grappig als je 16 bent, maar dat ben ik niet meer. En met een kind buk je de hele dag, dus dat gaan we niet doen. Dus die gaat ook terug. Vind ik echt jammer. Maar ja, ik vind het wel weer een ander jurkje. En ik heb wel de badlaken gepakt. En toen dacht ik, nou, dan doe ik gewoon een, pak ik een hemdje van Sarah nog erbij. Van ondergoed, dus dat is wel grappig. En dan hebben we toch wel aardig wat te tie-dyen. Ik ging nog in de kast kijken. Ik denk, zal ik gewoon een shirt van Mark pakken en niet tie-dyen. Maar ik weet niet of hij dat heel erg zou kunnen waarderen. Oh, ik denk dat ik weet wat we doen. Even kijken of hij nog een paar witte sokken of iets heeft. Die nog goed zijn verder. Dan doen we die gewoon. Sarah wilde heel graag ook iets van de vader doen. Een paar witte sokken. Dat gaan we gewoon doen. Dus die gaan we dan lekker ook tie-dyen. Ik ga nu beneden alles klaarzetten, want dat is ook nog best wel veel werk. Oké, de camera staat een beetje scheef, maar moet maar even. Ik ga voorbereiden voor de video. Ik heb net de retourpakketten al gemaakt, dan is dat weg. Ik film altijd vanaf deze statief. Nee, hij is een beetje oud af en toe. Maar ik denk misschien is het wel leuk als ik een klein beetje ondertussen laat zien als ik de tafel klaarmaak. Oh, deze moet nog even in de oplader. Deze gebruik ik als tweede camera om close-ups te doen. Dus deze eerst even opladen. En dan deze camera op het statief. Staat erop en de grote rommel is opgeruimd. We gaan even snel wat eten en dan boodschappen doen. Want ik dacht dat ik uitkwam, maar dan worden er weer dingen gepakt. Alles komt niet uit. Dus ik ga nog een keer wat moeten halen. Oh, en ik ben zo benieuwd naar het resultaat. Maar we moeten nog even wachten. Dus ja, ik denk dat de video echt pas over 2 dagen klaar is. En dan moet ik hem nog, in ieder geval het filmen klaar is en dan nog editen en alles. Maar ik ben zo benieuwd, echt. Ik kan niet wachten. Oh, ik heb mijn wagen volgeladen, vol met heerlijk eten. En nu... Ik heb mijn wagen volgeladen. Ja, dat was een kinderboekje van jou. Ik heb mijn wagen volgeladen. Dat was een heel leuk boekje. Die hebben we nog steeds, want... Mijn boek heet ook, ik heb mijn wagen volgeladen. Wat is dat? Een schaap. Oh, een kip. Nee. Moet je altijd een beetje plagen. Ik kan er niks aan doen. Dat roep jij in mij op. Booty time. Woe. Ja, dit vind je lekker. Go. Ja, je vindt het interessant. Al die dingen. Wordt echt wel groter, Booty. Joehoe. Hallo. Ha. Gaat je wassen, dat moet je niet doen, kleine cutie pie. Je moet
moet je gezichtje wassen. Oh, zo schattig. Ik heb echt geen idee meer waar ik ben gebleven met vloggen. Ik heb zoveel gefilmd dat ik het juist niet meer weet. Maar goed, we hebben gegeten, Sarah is naar bed gegaan. Nee, we hebben gegeten. Daarna hebben we een stukje nog voor de video opgenomen. Toen ben ik gaan wassen. Toen is Sarah naar bed gegaan, toen heb ik een vlog geëdit. Ik ben nog dingen aan het backuppen. Dat staat ondertussen ook nu te draaien. Toen heb ik net de was opgehangen. Toen zag ik dat een heel klein beetje fout is gegaan. Maar ja, over het algemeen niet verkeerd. Ja, niet alles even goed gegaan. Maar ook niet alles is mislukt, zeg maar. Sommige dingen is het ten goede eigenlijk. Maar dat zien jullie allemaal in de extra video. En Marco die is weg, die is richting Schiphol, want die gaat Denise en Lola ophalen daar. En nou, die zal er nu elk moment zo'n beetje zijn. En dan natuurlijk nog terug, dus ik ben voorlopig nog alleen. Ja, trouwens, ze landen pas over 5 minuten. Dus nee, Marco is er nog niet. Dus dat duurt voorlopig nog even. Oh, ik ben moe. Waarom weet ik niet? Ik heb echt goed geslapen vannacht. Ik heb wel veel gedaan vandaag. Dus ja. Ik denk dat ik gewoon heel even tv ga kijken of zo. Gewoon even hoofd op nul. Nou, dat werkte dus allemaal voor een meter. Probeerde de vlog te renderen. Die liep vast op een punt. Opnieuw opgestart. Precies hetzelfde verhaal. Aangepast. Maar ondertussen is het te laat. Dus ik ga naar bed, want ik moet gewoon voor 1 uur naar bed. En het is eigenlijk al 1:05. Dus ik wil de vlog nog even snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!